Hartelijk welkom bij Radio Ecclesia, een radio met goed nieuws, nieuws met een eeuwigheidswaarde. Ik heb recentelijk deel 1 opgenomen met de titel Op deze rots, waarin ik uitgebreid heb laten zien wat het lichaam, de gemeente van de gezalfde koning van Israël is en wat dat inhoudt. Maar ik heb nog een stukje wat ook belangrijk is, een soort epiloog over datzelfde onderwerp. Wat veel mensen niet zich realiseren is dat God heeft een uitgezocht volk. Dus uit alle volkeren op aarde heeft hij één volk uitverkoren. Dat is zijn eigen volk. Dat is een volk die naar zijn eigen beeld en gelijkenis geschapen is volgens Genesis 1 vers 26. Hij heeft de mens, de Adamiet, geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Dat beeld, de mens, Adam, man en vrouw, de daaruit geboren kinderen, een geslacht, een goddelijk geslacht, die uitgegroeid is tot een volk via Abraham, Isaac en Jacob. Ook in deze tijd waarin we leven in 2017, is er nog steeds een overblijfsel van dat volk te vinden. Het is een hele lange geschiedenis van duizenden jaren die we op allerlei manieren bij u hebben proberen binnen te brengen door allerlei studies daarover te geven over die verloren schapen van het huis van Israël. Helaas, de theologie wilde niet aan, vele predikers minachten het. Kortom, het is altijd een strijd om dat woord van God recht te snijden zoals een echte evangelist dat zou moeten doen. Daarom vind ik het belangrijk om dat weer opnieuw onder uw aandacht te brengen. Een uitgezocht volk. Er werd een kerkvergadering gehouden van de apostelen om definitief uitsluitsel te geven over die belangrijke zaak. Wat is nou de gemeente, het lichaam van Christus, de Ecclesia? Nou, de Ecclesia zijn uitgeroepen, wederom geboren Israëlieten uit het volk Israël. Uit het huis van Israël, die 10 stammen. Dat is ook een hele lange weg geweest, want dat volk is altijd dwars geweest tegen God. Heeft altijd de kont tegen de krib gegooid. Is altijd in vijandschap geweest met God. Heeft overspelig gedrag vertoond door te hoereren met andere goden. Kortom, hun God hebben ze de rug toegekeerd. Maar God heeft nooit zijn rug gekeerd naar zijn volk Israël, want het zijn eigen beeld en gelijkenis is. Maar het zijn ook zijn kinderen en het is ook nog zijn vrouw. De Heer Jezus is gekomen om dat volk juist te verlossen van hun zonden. Hij is de man van Israël die zijn leven heeft gegeven op die scheidbrief die Israël had gekregen om die te vernietigen. Veel mensen weten dat niet, ook theologen niet, en als ze het wel weten, negeren ze dat. Je krijgt een heel vals en een scheef evangelie in de kerk opgediend. Vandaar dat de Heer Jezus waarschuwt dat er veel valse herders zullen zijn en leraren. Dus in die tijd van de apostelen was er ook al nog een harde war over. En toen hebben ze dus, zou ik zeggen, een convent gehouden om nou eens te kijken hoe dat in elkaar steekt. Daarom werd er een kerkvergadering, gemeentevergadering, bijeengeroepen bestaande uit de apostelen en de oudsten om definitief uitsluitsel te geven over deze uiterst belangrijke zaak. Nadat er veel en ernstig over gediscussieerd was, stond Petrus op en deelde aan deze raad mee hoe de Heilige Geest hem geleid had de gelovigen in Caesarea aan te nemen en te dopen zonder de eisen dat ze zijn worden besneden, omdat de Heilige Geest aan hem was gegeven zonder besnijdenis. Om zijn argument was geen tegenspraak mogelijk, waarop de hele raad dan ook zweeg. Toen vertelden Paulus en Barnabas aan deze tot zwijgen gebrachte raad hoe heerlijk God ook door hen had gewerkt. Op dat punt stond Jacobus op, die blijkbaar de moderator van die raad was, en gaf zijn oordeel dat aangenomen werd. Het gaat dus om een uitgezocht volk. Jacobus toonde hun deze berichten die ze zojuist hadden vernomen, hoe God de volkeren had bezocht om zich voor zichzelf een volk uit te nemen, geheel overeenstemmende met hetgeen God eeuwen geleden door de profeten beloofd had. Hij haalde Abels 9 vers 11 en 12 aan, waarbij hij die gedeelte toepast voor de hem liggende kwesties. Hij zegt, daarom zal ik wederkeren, zal ik weder opbouwen, dat staat dus in Handelingen 15 vers 16,
De woorden daarna zal ik wederkeren wijzen terug naar de woorden die God tevoren in vers 7 tot 10 tot het huis Israëls gesproken had, dus tot die 10 stammen, waarin hij hen achtereenvolgens aansprak als de kinderen Israëls. Dan zegt hij Israël, het volk, dan het huis van Jacob, dat het huis van Israël. God verzekert met name het huis van Israël, de 10 stammen, dat hij het huis niet geheel en al zou verwoesten, al zou hij hen wel her en der onder de volkeren laten ronddolen, zoals tarwe in een zeef gezeefd wordt, zonder dat echter een korrel verloren gaat. Dat lezen we in Amos 9, vers 9. Want graan wordt namelijk in een zeef heen en weer geschud om het van de stof en afval te zuiveren, maar niet om het goede graan te verspillen. In de King James Bijbel wordt het woord goyim uit Amos 9 vers 12 vertaald met heathen, het woordje heiden, wat zoveel misleiding in de wereld heeft gebracht. In Handelingen 15 vers 17 vertaalt men de aanhaling uit Amos met gentiles, dus met heidenen. Maar in een andere taal wordt het correct vertaald door volkeren, dat is het ook eigenlijk. Daar richt de aandacht meteen op een uiterst belangrijk punt dat echter geheel verborgen blijft als de Engelse woorden gentiles en heathen verkeerd worden gebruikt. De woorden betekenen namelijk allebei heidenen. Wij kennen in het Nederlands geen onderscheid. Gentiles zijn tot heiden geworden Israëlieten. Welk ander volk is er dat door God zelf met zijn naam is genoemd en die naam van hemzelf heeft ontvangen? Alleen Israël. Al wijdt Mozes niet uitvoerig over dit punt uit, toch stellen diverse profeten vast dat na de grote verstrooiing, dus het zaaien van het huis Israël onder de volkeren, dat God hen weer verzamelen en herstellen zal. Hij zal hen opnieuw gaan bouwen en weer oprichten. Het zal niet de bouw van iets nieuws zijn ter vervanging wat vervallen was, maar het zal zijn het wederoprichten van iets dat vervallen was. Dat staat dus ook in Handelingen 15, vers 16 tot 18. Daarna, zegt God, zal ik wederkeren en de vervallen hut van David wederopbouwen, en wat daarvan is ingestort, zal ik wederopbouwen. Ik zal haar wederoprichten, opdat het overige deel der mensen, dus de Adamieten, dus niet de volkeren, de Heere zoeken en alle volkeren, etnos, laos, gaat over Israël, over welke mijn naam is uitgeroepen. En dat kunt u heel duidelijk vinden in de zegenbede van nummer 6. Spreekt de Heere die deze dingen doet, welke van eeuwigheid bekend zijn. Daarvoor is er een nauwkeurige studie vereist. Met helder geestelijk inzicht heeft Jacobus de aandacht van deze gespannen vergadering gericht op dit uiterst belangrijke profetische verbond, omdat de Heilige Geest aan hem heeft geopenbaard dat het geweldige nieuws dat zij zojuist van Petrus en Paulus gehoord hebben, het begin betekent van de vervulling van die machtige, wereldwijde belofte die God zowat 8 eeuwen eerder aan zijn volk had gegeven door de profeet Amos. Het door Jacobus aangehaalde gedeelte vraagt om diepgaande studie. Want de vluchtige onderzoek, zoals die tegenwoordig zo vaak gedaan worden, zullen ons hun geweldige boodschap niet geven. Bij deze studie moeten enkele feiten in acht genomen worden. Het eerste feit is dat Amos, die hoofdzakelijke profeet van het huis van Israël was, slechts eenmaal het huis van Juda met name noemt in hoofdstuk 2 vers 4 en 5. Nogmaals, inclusief als deel van het gehele geslacht dat God uit het land Egypte leidde. En voor de derde keer in hoofdstuk 9 vers 11, waar Juda niet wordt genoemd, maar slechts die ene familie die bij Juda behoorde, namelijk het huis van David, dat door God zelf was uitgekozen en aangewezen om de koninklijke familie te zijn die voor altijd de scepter over het hele huis van Israël zou voeren. Het is dit feit waardoor de aanhaling van dit profetische verbond door de moderator van de eerste christelijke gemeente zo belangrijk wordt. Hij legt hier de nadruk op door en vooral op de wijze dat de gebeurtenissen
die Petrus en Paulus hun zojuist had medegedeeld, een aanwijzing waren dat dit de vervulling was, of liever gezegd het begin van de vervulling. Want de algehele vervulling is een wereldwijd proces. Een tweede feit waarop we moeten letten is dat God in de profetie duidelijk het huis van Israël noemt, de 10 stammen. En dat die 10 stammen, het noordelijk koninkrijk van Israël, dus niet de 2 stammen zuidelijk Juda, het huis van Juda, als het huis waarvan hij zegt, ik geef bevel en ik schud het huis van Israël onder de volkeren, gelijk met een zeef schudt. Dat zondige koninkrijk Israël, van Amos 9 vers 8, werd verbroken en tot slavernij gebracht en uit het heilige land verdreven door de Assyrische 45 jaar nadat God deze straf voor een grote zonde had aangekondigd. De wegvoering van Juda door de Babyloniërs kwam echter 150 jaar nadat het huis van Israël door de Assyriërs. Ondergang van Juda en zijn verstrooiing over de gehele door de Romeinse bewoonde wereld in 70 AD vond 20 jaar na die eerste kerkvergadering plaats. Deze verschillende ballingschappen en verstrooiingen moeten goed onthouden en onderscheiden worden. Als we proberen te begrijpen dat het prachtige boek zegt en wat de geweldige boodschap er daar vandaag voor ons is. Het gaat namelijk om de wederoprichting van de tabernakel. Wij moeten goed opletten op het feit dat God zegt, ik zal het huis van Juda, dus de Joden, wederoprichten, maar ik zal de vervallen hut, de tabernakel van David, weer oprichten. Dat is dus heel wat anders. Ik zal haar scheuren dichten, wat daarvan is ingestort, overeind zetten. Ik zal haar herbouwen als in de dagen van ouds. Dus God zegt niet, ik zal het Joodse volk herstellen, zoals vandaag de dag beweerd wordt. Dus een valse evangelie die veelvuldig onder de mensen wordt gestrooid en mensen op een verkeerd been zet. Het zal een groot en veelomvattend werk zijn, wanneer tenslotte Gods koninkrijk op deze aarde, let op, de glorie van de gehele aarde voor eeuwig zou worden. Dat is het doel en het heilsplan van God. Ook is er het feit dat God in deze profetische belofte verklaart dat het naar recht en waarheid herstellen van deze vervallen hut of tabernakel van David bedoeld is om al wat goed is over de gehele wereld te brengen. Jacobus haalt dit met een klein verschil in woordgebruik aan omdat hij deze grote belofte een 800 jaar later beziet in het zich ontvouwende plan van God en de vervulling ervan. Hij ziet precies en wonderbaar zelfs kleinigheden in vervulling gaan. Laten wij naar een paar kijken. Het blijkt dat de eerste discipelen en apostelen van Jezus met uitzondering van Judas, de Judahiet, die hem verraden, alleen tot de stam Benjamin behoren, de Galileërs. Dat was de stam van het koninkrijk die God aan het huis van David had geleend. Dat staat in 1 Koningen 11 vers 36. Waarom? Omdat mijn knecht David altijd een lamp voor mijn aangezicht hebben in Jeruzalem, de stad die ik, zegt God, mij verkoren heb. Waarom? Om mijn naam daar te vestigen. Deze mannen van de lichtdragende stam behoorden op een speciale wijze tot de tabernakel van David. Davids grootste zoon begon zijn koninkrijk bij hen. En in Davids stad Jeruzalem en dan in Davids koninkrijk Juda, dus Judea. En daarna in het noordelijke koninkrijk van het huis van Israël, waarover David 33 jaar regeerde. Dit huis had de wonderschone wet van Mozes verworpen, evenals de besnijdenis die het teken was van het verbond. En toen ze aldus het verbond geheel en al verbroken hadden, werden ze als slaven door de Assyriërs weggevoerd. Een onbesneden volk en daarom heidenen, gentels, al waren ze wel van het zaad van Abraham. Die verloren schapen werden teruggevonden als heidenen of gentels en opnieuw opgenomen in zijn nieuw verbond. De verloren schapen opgespoord.
toen het Assyrische Rijk in 606 voor Christus tenslotte door zijn machtige buren verbroken was, ontsnapten de 10 stammen van het huis van Israël naar het noordwesten door de ondiepe plaatsen van de Eufraat naar de Kaukas, op een lange, lange tocht naar de door God voor hen bestelde plaats. Dat staat in 2 Samuel 7 vers 10. Maar dan als heidenen, Gentiles, omdat ze onbesneden waren. Gedurende deze exodus uit de Assyrische gevangenschap maakten grote aantallen van deze onbesneden Israëlieten zich los van de hoofdgroep die noordwestwaarts trok. En ging in westelijke richting naar Syrië en geheel Klein-Azië en daar hun kleinkinderen van originele monotheïstische waren al aangesloten. Nou, dat volk werd daar groot en werd dus de Joodse streken genoemd later. Het is heel goed mogelijk dat zij door het grote deel der proselieten waren en wie Paulus zijn medewerkers in de streken van de evangelie had verkondigd. Zelfs in onze dagen geeft de geschiedenis nog een vrij duidelijk beeld van hetgeen heen en weer trekken van deze verloren schapen onder alle volkeren zoals hij gezegd had, dat hij gedurende, let op, 7 straftijden zou doen. Omzwerven. Jacobus en Petrus wisten allebei waar deze verloren schapen ten tijde van deze vergadering waren, want allebei schreven ze brieven aan deze verloren schapen die door de eeuwen heen steeds tot grote zegen voor de christelijke kerk later zijn geweest. Het kan zijn dat Cornelius in Handelingen 10 vers 30 en 31 één van hen is geweest. Evenzo waren er misschien vele van hen in Antiochië in het noorden van Syrië die nu door deze kerkvergadering trachten te onderzoeken wat Gods wil was. Jacobus wist dat toen veel beter dan wij nu. Het was allemaal bouwmateriaal van dit tabernakel van David of wat er van die bouwval was overgebleven. En die nu door de Messias wordt gebruikt om die tabernakel van David te herbouwen. Het is Gods oude Gaal, zowel als God gezegd had dat die herbouwd zou worden, maar met nieuwe glorie en macht en met een grote wereldwijd doel voor het goede, zodat het gehele overige deel van de mensheid, dus de Adamieten, de Heere zou zoeken, evenals de Gentiles die naar zijn naam genoemd zijn, dus die 10 verloren stammen. Het gaat om Israël, dat staat in Handelingen 15 vers 17. Jacobus zag duidelijk dat het dit volk is dat God geschapen en geformeerd heeft, opdat het zijn lof zou verkondigen volgens Jesaja 43 vers 21. En dat onder alle volken gezaaid was en weer opnieuw vergaderd wordt en het is deze tabernakel van David die vervallen was en die weer opgericht wordt. En waar gemaakt is, maar nu gebouwd is op uw rots, de Messias. Op een gehele nieuwe en machtige wijze die niet mogelijk was, totdat hij in het vlees onder hen geopenbaard was en geopenbaard was als een ware wezen van de Vader. Zijn leven voor hen gegeven had, maar weer opgestaan is uit de dood en over hen de lang beloofde geest van lang leven en macht uitgestort had. Het is deze weer opgerichte tabernakel van David, Gods oude Kaal, die de naties waarop zijn naam is gelegd moeten zoeken om opnieuw geënt te worden in zijn eeuwig voornemen en zo een zegen te zijn voor alle geslachten der aarde. Waarlijk een hoge roeping. Nu gaan we kijken naar het vooruitweten van God. De apostelen en oudsten van deze kerkvergadering zagen dat God geen nieuwe kerk voor heidenen bouwde. We weten zelf niet of daar wel een heiden Gentijl aanwezig was, maar dat hij zijn volk dat gevallen was weer oprichtte en leidde naar een nieuw leven om de opdracht te vervullen waarvoor hij hen geschapen en geformeerd en onderwezen en getuchtig, gekneed en getraind en door de eeuwen heen gebruikt had. God was er niet door verrast toen Israël in al de gruwelen van de afgoderij verviel. Ook niet toen Israël dit prachtige wet schond die hij hun bij Sinaï had gegeven. En evenmin toen zij de verkeerde inzettingen van Omri aanvaarden en daardoor een onbesneden natie werden en ook niet toen Israël door de Assyriërs verbroken en onder de naties verstrooid werd. Hij had in het begin voorzegd dat ze al deze dingen zouden doen
Met het gevolg dat hij het heilige land van hen en hun gruwelen zou zuiveren en dat zij 7 tijden gestraft en onder de volken verstrooid zouden worden. Maar in datzelfde hoofdstuk had hij ook gezegd dat hij geen afschuw van hen zou hebben of hen zou vernietigen of verwerpen. Let erop, dat is ontzettend belangrijk. God zegt, maar zelfs wanneer zij in hun land hun vijanden zijn, versmaad ik hen niet en heb ik geen afkeer van hen, zodat ik hen zou vernietigen en mijn verbond met hen verbreken. Want ik ben de Heere, hun God, maar ik zal hun ten goede gedenken het verbond met hun vaderen, die ik voor de ogen der volkeren uit het land Egypte geleid heb, om hun tot een God te zijn. Dat staat in Leviticus 26, vers 44 en 45. Hij, God, zette zijn eigen handtekening aan het einde met het verbond, dat hij zegt, ik ben de Heere. God heeft zijn eerste plan niet als mislukt behoeven af te schrijven om een ander volk en een nieuw plan te beginnen. Hij is de alwetende en almachtige God. Hij is de onveranderlijke getrouwe ik ben, die het verbond aan de generaties gestand doet. Daar staat in Maleachi 3 vers 6. Want ik, de Heere, ben niet veranderd. En gij, kinderen van Jacob, dus die 12 stammen, zijt niet verteerd. Het is dit grote eeuwige voornemen dat hij in Christus Jezus, onze Heere, heeft uitgevoerd voor de grondlegging der wereld, schrijft Paulus in Efeze 3 vers 11 en hoofdstuk 1 vers 4. Hetgeen hij door de eeuwen heen en ook hedende dagen tot ontplooiing brengt. Het is dezelfde grote doeltreffend instrument om de hele wereld te zegen, tot zegen te zijn, namelijk zijn dienende natie die nu nog een grote menigte van volken is geworden, die hij opnieuw heeft opgericht en gebouwd op de vaste grond waar we het over gehad hebben, de rots van Israël. Want Jezus, de gezalfde, die gisteren en heden dezelfde is, zegt Hebreeën 13 vers 8. Wij zijn opnieuw opgewekt om samen met hem te werken om zijn koninkrijk van gerechtigheid op de hele aarde te vestigen. Deze hoge roeping geldt heden de dagen ook voor ons. Dezelfde hoogste eer die een geslacht de beurt kan vallen, namelijk om een zegen te zijn voor alle geslachten der aarde, is heden nog steeds voor ons bestemd. Als wij ons met onze miljoenen mensen tot hem bekeren en samen met hem zijn eeuwigdurend koninkrijk voor goedheid op de gehele aarde willen bouwen. We gaan eens kijken, wat waren die machtige werken van Pinkster? Er waren veel dingen die nieuw en heerlijk waren, maar zeker geen kerk uit de heidenen. Het verslag van wat er op Pinksteren en nadien gebeurde, maakt dit feit overduidelijk. De leerstelling dat er op Pinksteren een kerk uit de heidenen zou zijn opgericht, is afkomstig van de vijand van alle waarheid, om onze aandacht af te leiden van de machtige ervaring die inderdaad nieuw waren in de geschiedenis der mensheid en die de zielen der apostelen op het heerlijke dag en later met verrukking en grote geestelijke kracht vervulden. Als onze geraffineerde vijand onze gedachten enkel kan bepalen bij de gaven van het spreken in tongen en ons ervan kan overtuigen dat de bedoeling van deze gaven van tongentaal was om een kerk uit de heidenen te bouwen, dan zal het hem geluk zijn onze aandacht af te leiden van de geweldige nieuwe boodschappen van macht die de apostelen predikten. Het zal hem daarom eveneens geluk zijn onze ogen te verblinden voor de duidelijke verklaring van het boek Handelingen omtrent het volk waaraan de apostelen deze overtuigende boodschap predikten tijdens de tientallen jaren van de eerste christelijke gemeente. De uitstorting van de geest van God was niet iets nieuws in Israël. Er waren opwekkingen van de gehele natie geweest toen de geest het gehele volk machtig had beroerd. Maar bij deze nationale opwekking wordt er geen melding gemaakt van de gave van het spreken tongen. Deze gave was niet nodig omdat de hele volk Hebreeuws sprak. Met Pinksteren echter waren er Judeërs te Jeruzalem en woonachtig vrome mannen uit alle volkeren onder de hemel.
dus een grote menigte. En omdat heel die verschillende talen spreken in menigte, eigen in zijn moedertaal, zou dat kunnen verstaan, want deze Galileërs vertelden over de machtige werken van God, staat in Handelingen 2 vers 11. Was de gave van spreken tongen noodzakelijk en dit werd door het doel door overvloedig geschonken. Deze gave van het spreken in tongen werd spoedig gevolgd door vele andere gaven van de geest om de gemeente te kunnen bouwen en beheren. Paulus somt in 1 Korinthe 12 vers 4 tot 11 9 van deze gaven van de geest op en waarschuwt zijn lezers ernstig en met nadruk tegen het overwaarderen van de gaven van het spreken in tongen. De Pinksterdag luidde inderdaad een heerlijk nieuwe tijd in voor de gemeente van God. Op die dag stortte de Zoon van God, aan wie alle macht in de hemel en op aarde was gegeven, op dat kleine groepje leden van de gemeenten van Israël. De gaven van het spreken in tongen, omdat zij aan alle vrome Judeërs die overal vandaan kwamen en in allerlei talen spraken, konden vertellen over de machtige werken van God in de taal die ieder zou hen kon verstaan. Zodat zij dit heerlijke goede nieuws mee terug zouden kunnen nemen naar hun eigen volk en synagogen in verre landen. God die zijn verbond gestand doet. De machtige werken Gods waarover zij zo vurig vertelden waren inderdaad nieuw. Dit goede nieuws had nooit eerder verteld kunnen worden omdat de Messias toen nog niet was gekomen en deze machtige werken nog niet had kunnen plaatsvinden. Maar nu de Messias was gekomen, en dan lezen we verder. Onze God die zijn verbond gestand doet, heeft zijn belofte van oudsher aan de vaderen gedaan, vervuld. Wij zelf hebben de Messias gezien, hebben met hem gesproken, met hem samengewoond. We hebben hem horen spreken zoals nooit iemand sprak. We hebben gezien op zijn woord de zware storm en de woedende golven bedaarden en geheel tot rust kwamen. Wij hebben gezien hoe melaatsen gereinigd werden en grote scharen blinden, lammen en doven genezen werden op zijn woord. Wij hebben gezien hoe een man die 4 dagen dood was op zijn woord uit het graf kwam met de doodwinksels nog om zijn lichaam. 3 jaar lang hebben wij zijn wonderen leven vol van genade en waarheid aanschouwd. De gezalfde die tot ons gekomen is heeft alles gedaan waarvan de profeten over hem gesproken hebben en nog veel meer dan wij ooit hadden gedroomd dat de gezalfde het zou doen. Hij is de Zoon van God. Dat heeft hij ons zelf verteld. We hebben gezien, hebben de heilige berg stralende in heerlijkheid, terwijl de Vader ons uit de majestueuze heerlijkheid toesprak. Want deze zei, deze is mijn geliefde Zoon, hoort naar hem. Matteüs 17 vers 5. Hij heeft ons gezegd dat hij de Messias is en toonde ons in al de schriften wat er over hem geschreven staat. Dat hij zou worden verworpen en gekruisigd zou worden door zijn eigen volk. Maar dat hij de 3e dag weer zou opstaan. En God heeft hem de 3e dagen weer opgewekt met de grote kracht, waardoor hij bewees de Zoon van God te zijn. Wij hebben gezien hoe zijn eigen volk hem verwierp en vermoorde en hem aan het kruis had hing. Wij zagen hoe zijn lichaam verscheurd door de wonden van haat, kou en dood in het graf werd gelegd. En we dachten dat al onze hoop vervlogen was. Maar we kijken naar de opgestane Messias, de gezalfde. Maar God heeft deze gezalfde met grote macht uit het graf doen opstaan. Wij alle hebben hem sinds zijn opstanding vele malen gezien. We hebben met hem gesproken, met hem gegeten. En hij heeft ons verstand geopend om heerlijke nieuwe dingen in de schriften te zien. God heeft hem uit de dood opgewekt en tot u gezonden die hem vermoord hebt om te zeggen, opdat iedereen van u zich van zijn boze wegen zou bekeren. Deze opgestane gezalfde heeft 40 dagen lang met ons gewandeld en ons heerlijke nieuwe dingen verteld over zijn koninkrijk. En hij heeft ons een nieuwe opdracht gegeven om aan zijn volk in Jeruzalem, in Judea en Samaria en aan de uiterste der aarde en alle volken die er zouden nieuws te verkondigen. Dat de Messias gekomen is, dat hij de Zoon van God is, de verlosser van zijn volk Israël en de heiland van deze wereld. Deze gezalfde zal straks terugkeren. Hij heeft het ons zelf gezegd. Toen hij van ons wegging in de hemel opgenomen werd, stonden er 2 mannen in witte kleden bij ons en zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij daar? En dan ziet op naar de hemel. Deze Jezus zal dezelfde wijze wederkomen als gij hem de hemel hebt zien opvaren, staat in Handelingen 1 vers 11. Wij verkondigen u de blijde mare, dat is het goede nieuws,
hoe God de beloften aan de vaderen gedaan aan ons en kinderen heeft vervuld, doordat hij Jezus weer heeft gewekt. Zo staat dit in Handelingen 13, vers 32 en 33. De apostelen waren getuigen van de vele machtige werken van God sinds de Messias was gekomen. Het was allemaal nieuw sinds hij kwam. Uit een rijke ervaring met deze Messias en bovendien begiftigd met het vermogen dit heerlijke nieuws te verbreiden, dus uit te spreiden, vertelden ze met grote blijdschap en kracht aan deze scharen over de vele machtige werken van God. Toen zij deze geweldige getuigenis in hun eigen taal hoorden, namen 3000 mensen van Gods volk op één dag Jezus aan als hun gezalfde koning en heer. En er volgden spoedig nog 10.000. Met dit heerlijke goede nieuws dat in de zielen weerklank had gevonden, gingen de apostelen voort in de duisternis met triomfgezang en in een enkele generatie brachten zij dit goede nieuws tot aan de uiterste dingen der aarde. Zij brachten aan deze wederoprichting een wijdverbreide ecclesia van God, waarvan ook wij leden zijn. Ditzelfde levengevende goede nieuws om aan miljoenen van onze eigen generatie door te geven. Ik wil dan nog tot slot van deze prachtige studie nog wat aantekeningen over het woordje Kaal en Eda in het Oude Testament wat verder toelichten. Een gedetailleerde studie over al de passages in het Oude Testament, ongeveer 225, waarin deze woorden voorkomen, zou vervelend zijn en is ook niet nodig. Want vanaf de vestiging van het koninkrijk in Canaan, vanaf 1 Koningen, wordt Kaal 81 keer gebruikt. Maar duidelijk dat opgerichte religieuze lichaam bedoeld wordt met de nationale gemeenten van Israël. Deze beide woorden verschijnen naast elkaar in Exodus 12 als het Pascha wordt ingesteld en opnieuw in Exodus 16 als ze de Sinaï naderen en nogmaals in Numeri tijdens de omzwerving in de woestijn. Bij het bestuderen van deze groepen passages wordt het duidelijk dat de Kaal de nationale gemeenten van Christus en Israël is, terwijl de Eda de gehele vergadering was met inbegrip van de gemeente menig die met Egypte waren meegetrokken. Exodus 12 vermeldt de instelling van de eeuwigdurende gedenkteken, het Pascha, waar alleen de beleidende leden konden deelnemen. Daarom schijnt de instelling van het Pascha het woord Kaal tevoorschijn te roepen. Maar met nauwkeurigheid die de schrift kenmerkt, luidt het bevel, spreekt tot de hele vergadering, dus Eda van Israël. En vers 19 laat zien wat het woord Eda is gebruikt. Het verbod zuurdees te gebruiken gold voor de gehele menigte, met inbegrip van diegenen die met hen meereisden. In heel dat uitgebreide kamp mocht geen zuurdeeg meer aanwezig zijn. Daarom werd de gehele Eda daarvan in kennis gesteld. Vers 6 van hetzelfde hoofdstuk is nog een voorbeeld van de nauwkeurigheid van de schriften. Want daar staat: dan zal de hele gemeente, de Kaal, van de vergadering Eda van Israël het slachten in de avondschemering doen. Het waren slechts de besnedenen en de gereinigden die van het Pascha mochten eten, want zij waren een apart gezette groep van geroepenen uit de Eda. Al dus samengevat is de betekenis van dit vers niet mis te verstaan. Gods bedoelingen zijn onveranderlijk. Ook in Exodus 16 worden de beide woorden naast elkaar gebruikt en de hele vergadering, dus Eda, de kinderen Israëls, vers 1. Dit omvat blijkbaar de gehele menigte, evenals in vers 2, en in beide versen wordt het woord Eda gebruikt. Maar in vers 3 echter wordt Kaal gebruikt, want het was de Kaal die God door zijn doeleinden wilde gebruiken en die mocht niet verloren gaan. In de versen 9 en 10 wordt het woord Eda gebruikt, omdat niet enkel de Kaal, maar het gehele volk van het manna en de kwartel zal eten. In nummer 8 staat, en vers 9, en gij zult de hele vergadering, dus de Eda, van de kinderen Israëls verzamelen. Het woord gehele wijst duidelijk op de gehele menigte, maar het waren alleen de kinderen Israëls die de levieten de hand mochten opleggen. In nummer 10 wordt Eda gebruikt in vers 2 en 3, want de gehele vergadering moest blijkbaar opgeroepen worden, maar in vers 7 moest de gehele Kaal worden verzameld, maar niet als een signaal werd geblazen. In nummer 14 vers 1 staat, toen verhief de hele vergadering, dus Eda, haar stem en weende.
En ook in vers 2, de hele vergadering, Eda, zeiden tot hem, o, waren wij in het land Egypte gestorven. Maar in vers 5 wierpen Mozes en Aaron zich op hun aangezicht ten aanschouwen van de hele gemeente, daar staat het woord Kaal, van de vergadering der Eda der Israëlieten, en smeekte hen God niet te laten verlaten door naar Egypte terug te keren. Dit is de enige plaats in dit hoofdstuk waar Kaal is gebruikt. Alle andere aanhalingen gaan over de opstandige Eda, waarmee dit hoofdstuk ook werd geopend. Vers 1a. Toen zeiden de hele vergadering Eda dat men hen stenigen zou. Jozua en Caleb, vers 27. God vraagt dan in vers 35 zijn antwoord. Hoe lang zal het duren dat deze boze vergadering Eda mij blijft morren? Dus als je dit een beetje goed op een rijtje zet, je ziet het, dat is het woord Eda gebruikt. Dat is dan het hele volk met al die andere volken die meegetrokken waren. U ziet dat God een heel scherp onderscheid maakt. Zo kom je er later achter dat het hele volk is zijn koninkrijk. Maar de daaruit geroepene, de Ecclesia, dus dat betekent uitgeroepen, dat uit, is het lichaam van de gezalfde koning. Dat is een hele aparte groep. Want dat volk, dat hele volk met die vreemdelingen erbij, blijft morren. Nou, ik zal dit zeker doen aan deze boze vergadering Eda die tegen mij samenspant. En in vers 36 die de gehele vergadering Eda tegen hem hadden doen morren. U ziet het altijd dat die gemengde menigte, die andere Israëlieten, ook aan het opstoken was. U ziet het ook vandaag de dag in ons eigen land, waar vreemdelingen tegen ons zich opzetten en tegen ons verzetten. Waardoor ons volk ook gaat morren. In hoofdstuk 19 vers 20 staat dat de man die het heiligdom verontreinigt uit de gemeente, dus uit Kaal, dus die uitverkoren, zou worden uitgeroeid. Dat wil zeggen dat ze later uit de gemeente zouden worden gestoten. Nummer 20 heeft een hele serie veranderingen van Eda naar Kaal en omgekeerd. In vers 1, de gehele vergadering Eda kwam in de woestijn. Zin. Vers 2, er was geen water voor de vergadering Eda, maar in vers 4, waarom heb gij de gemeente, Kaal des Heren, in deze woestijn gebracht om daar te sterven? Vers 6 zegt, toen ging Mozes en Aaron van de gemeente Kaal weg naar de ingang van de tabernakel. 7 en 8, toen sprak de Heer, laat de vergadering Eda samenkomen. Spreek dan in hun tegenwoordigheid tot de rots, gij zult de vergadering Eda en uw vee te drinken geven aan allen. Vers 1 zegt, toen Mozes en Aaron de gemeenten, de Kaal, de rots, hadden doen samenkomen, de aanwezigheid van de hoge priester geeft de religieuze betekenis van deze vergadering aan. Vers 11, en de vergadering Eda kon drinken en ook het vee vanwege Mozes boosheid en ongehoorzaamheid in de aanwezigheid van de gemeente, de Kaal, werd hij ontheven van het hoge voorrecht die grote vergadering Eda had beloofd het land binnen te leiden. Vers 22, de gehele vergadering Eda kwam bij de berg Hor. Vers 27, Mozes en Aaron beklommen de berg en Hor, ten aanschouwen van de gehele vergadering Eda. Vers 29, en de hele vergadering Eda betreurde Aaron 30 dagen. Dit verschillende gebruik van beide woorden leidt tot de overtuiging dat vanaf het begin de Kaal een apart gezette groep was geroepen uit grote menigte die de Eda werd genoemd. Deuteronomium geeft een zeer veelbetekenend getuigenis hiervan. Mozes vertelt hier nog eens op welke prachtige wijze God zijn volk 40 jaar lang geleid heeft en houdt voor hen een verheven en een vurig pleidooi voor altijd God aan te hangen. Hij gebruikt het woord Eda eenmaal, niet eenmaal in het boek Deuteronomium. Telkens als hij het woord Kaal gebruikt, wordt duidelijk de ontzagwekkende bijeenkomst van de Sinaï bedoeld. Waar God de gemeenten Kaal sprak of het verwijst naar het lidmaatschap van de Kaal van Israël. Maar Kaal betekent niet altijd de nationale gemeente van Israël, betekent evenmin een religieuze vergadering. Want de grondbetekenis is altijd een geroepen gemeenschap ter onderscheiding van spontane volksbijeenkomsten. David spreekt zelfs over de Kaal van het kwaad en Salomo spreekt over een Kaal van de dood. Het meeste wordt dit woord Kaal echter gebruikt door de kerk van Israël. De vertalers van de Septuagint vertaalden het Hebreeuwse woord Kaal steeds door het Griekse woord Ecclesia.
Dit woord ecclesia in het Nieuwe Griekse Testament wordt wel 108 keer in de Engelse Nieuwe Testament aan het woord church, kerk, vertaald. De Nederlandse vertaling geeft gemeente. Het was deze kaal-ecclesia, kerk, gemeente, die de Messias, die daarvan had gezalfd, hoofd is, wederom heeft opgericht. Het is deze kaal-ecclesia dat hij, die niet veranderd was, ons gemaakt heeft tot lidmaken en medewerkers tezamen met hem om zijn koninkrijk van eeuwigdurende goedheid op de hele aarde te vestigen. Dit is het einde van deze prachtige studie op deze rots. Weet je wat hier zo mooi is? Op mijn artikelen zet ik altijd de tekst van Psalm 119, vers 130. Het openen van uw woorden verspreidt licht. Als wij de Bijbel openen en we maken ernstig studie, dan geeft u de Heilige Geest de gelegenheid om aan ons zijn woord te openbaren. Als we die Bijbel dichtlaten, dan blijft het donker in ons denken en in ons handelen. Vandaar dat ons volk zo goddeloos geworden is. Want wij willen dat woord van God niet meer openen, maar het is een gesloten boek die we op de boekenplank hebben gezet, waar nu een dikke laag stof op zit. En die we dan één keer per jaar voor de kerstmis een kindje van uit laten voortkomen, om een beetje zoet verhaal te vertellen. Dat Pasen, dat dan de EO de kans krijgt om eens een groot kruis door steden te sluipen, dat er dus ongelovigen en goddelozen daarmee bezig zijn. Terwijl ze niet eens weten dat dit kruis een teken van Tammuz is en uit Babylon voorkomt. Dus het is niet een heilig teken. Ik zeg altijd, als Jezus in een gaskamer was omgekomen was, hadden ze nu met een gaskamer op hun nek gelopen. Het is wel een rare vergelijking, maar die is wel zo duidelijk. Ik heb geprobeerd om die prachtige rots van Israël, onze gezalfde koning van Israël, onder uw aandacht te brengen. En het is nooit genoeg, want er is veel en veel meer te vertellen over die gezalfde, liefdevolle koning van Israël. Ik heb het ook dikwijls gezegd dat ik dankbaar ben dat ik hem heb mogen ontmoeten, want die God de Vader heeft met zijn Heilige Geest bij hem gebracht. En toen heb ik in een samenkomst van het leger des Heils gehoord dat God je zonden wilde vergeven door de storten van het bloed van Christus. En toen heb ik een keuze gemaakt om die Jezus te gaan volgen. Met ups en downs. Het gaat niet van de ene moment op de andere moment. Ik heb vele jaren daarmee bezig geworsteld en gestudeerd en ups en downs meegemaakt. Ik heb allerlei kerken en groepen bezocht en elke keer dacht ik, dit is het niet, dit is het niet. En toen werd op een dag mij verteld wie die God van de Bijbel is, namelijk de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die dag heeft mijn leven veranderd. Toen ben ik gaan studeren en gaan zien hoe dat in elkaar zat. En ik viel van de ene verbazing in de andere. Nu, na bijna 40 jaar, ben ik nog even enthousiast als op de dag dat ik het mocht ontdekken. En daarom ben ik dankbaar dat God ooit tegen mij gezegd heeft, Ezechiël 3 vers 17, mensenkind, Adamiet, vertel aan die volkeren wat je uit mijn mond hoort. Dat is wat ik probeer te doen. Ik ben maar een hele eenvoudige evangelist. Ik heb helemaal geen opleiding of zo gehad. Maar ik heb wel een geweldige liefde en studie gedaan naar het woord van God. En ik prijs God dat ik mooie, prachtige leraar mocht ontmoeten die mij op deze weg hebben gebracht. En daar ben ik God ook heel dankbaar voor. Want hij heeft aan zijn gemeenten ambten gegeven die vandaag de dag verwaarloosd zijn. God heeft apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars aangesteld in zijn ecclesia. Maar vandaag de dag vind je alleen maar een herder en een leraar die dan zogenaamd alles weet. Jezus heeft ervoor gewaarschuwd voor valse leraren. Paulus heeft het gedaan, Petrus heeft het gedaan, Johannes heeft het gedaan. Het heeft ons niet bij de les gebracht. Daarom proberen wij via Radio Ecclesia om dat machtige evangelie van het koninkrijk, het herstel van zijn volk, waar wij als Nederlandse volk, dus het Nederlandse volk, het Hollandse volk, en Friesland, Zebulon en Issachar vertegenwoordigen. Ook ons volk is ook een gemengd volk. We hebben allerlei provincies die vroeger gewoon kleine landjes waren, die later door de speling van de politiek en de oorlogvoering naar Napoleon tot een koninkrijk zijn verheven.
maar het is eigenlijk een nep koninkrijk. Onze koning heeft helemaal niets te vertellen. Want het volk, het gepeupel, heeft het voor te vertellen en dat noemen wij de Tweede Kamer. En dan hebben we zogenaamd allemaal deskundigen die allemaal dringen voor de televisie of voor de camera's om te vertellen hoe zij over de wereld denken. En ze hebben in al die 200 jaar Nederland niet kunnen veranderen tot een volk die God voor ogen had. We zijn goddeloos geworden, we zijn kwaad geworden, we zijn onheilig geworden, we zijn leugenaars geworden, overspeligen, we zijn homo's geworden, dieven en moordenaars en met een schijn van godsvrucht. Als je Paulus brieven leest in Romeinen 1, dan vind je die hele riddel opgenoemd. Ik weet wel, dat is niet prettig om te horen, maar het is waar. Ook ik was zo'n zondaar, ook ik was de dood schuldig. Maar door het grote offer van Jezus ben ik veranderd. Een nieuwe schepping geworden. En dat kunt u ook worden. Door heel eenvoudig uw handen te vouwen, uw ogen te sluiten en zeggen, Heer Jezus, ik heb een paar studies gehoord op Radio Ecclesia. Is dat waar? Wilt u mij dat tonen? En als het zo is, Heer, dan wil ik u aannemen als mijn persoonlijke verlosser en zaligmaker. En ik geloof met heel mijn hart dat God het zal doen. Omdat hij zijn naam over ons volk heeft uitgeroepen. Amen.